Wie zijn Jules kinderwagen goed wil beschermen, kies voor de Jules Traveler. Een handige, praktische reistas die uw kinderwagen perfect beschermt. En het is Jules, hij ziet er prachtig uit, afgewerkt met mooie leren labels, ruitpatronen over het stof en zelfs aan de achterkant zit een praktisch label waar u uw naamkaartje in kunt stoppen, zodat de tas nooit zomaar kwijt kan raken. Wat u misschien al zag, onder de reistas zitten wieltjes, zodat u makkelijk de tas achter u aan kunt trekken. Maar het belangrijkste is ook natuurlijk, hoe praktisch is die eigenlijk? Nou, dat ga ik u nu laten zien. Ik ga hem uitpakken en daarna gaan we de Jules Geo erin stoppen. Ik begin met de clips los te klikken. Zoals u ziet kunnen we de tas echt volledig plat maken. Het enige wat overeind blijft staan is het onderkantje, zodat u uw kinderwagen heel goed er tegenaan kunt schuiven. Nu hebben we de Jules D erin gestopt. En wat u misschien al ziet, we hebben hem erin gestopt met de reiswieg. Dus dat is echt mooi. Normaal gesproken zeggen we van nou, komt dat eruit? Ja, een complete reiswieg, inclusief het onderstel, zit in deze reistas. Zelfs voor de wielen en voor de losse onderdelen zit er een praktische tas bij, zodat alles bij elkaar blijft en niet alles door de tas heen gaat. De reiswieg is nu plat. Wat belangrijk is als u de reiswieg weer gaat gebruiken, dat deze belijnen weer naar beneden gaan, zodat u gewoon weer een stevige reiswieg heeft die u weer kunt gebruiken. Zo, de Jules D is weer klaar voor gebruik. We gaan nu de Jules Geo erbij pakken om te laten zien dat deze ook in de reistas past. En je kan hem natuurlijk als mono-model kan je hem in de reistas vervoeren, maar wat ook kan is dat je hem als duo in de tas vervoert en dat is wel iets heel unieks. Om te beginnen halen we dan alle onderdelen van de kinderwagen af. Ook van deze reiswieg is het weer belangrijk dat de belijnen ingeklapt worden zodat de reiswieg plat wordt. En als laatste klikken we direct de wielen van de kinderwagen af. En we kunnen het frame in gaan klappen. Nu pakken we het tasje erbij en daar kunnen we alle wielen en alle losse onderdelen weer in stoppen. En vergeet niet de beugel die op de zitting of op de reiswieg zit ervan af te halen. En hierbij te stoppen. Zo. Nu kunnen we het frame in de tas gaan doen. Zo. En het beste kan je dan altijd eerst het reiswiegje in het frame leggen. De zitting erbovenop. Ik kan het beste even zo doen. Zo. En hier bovenop kunnen we precies de wielen leggen. En zo hebben we alles perfect bij elkaar. En nu kunnen we de tas gaan sluiten. We beginnen dan met de zijkanten. Even de rit sluiten. En dan hebben we aan de voorkant twee grote clips zitten, die kunnen we hier zo vastmaken. Even strak aantrekken zodat alles goed bij elkaar blijft.
Aan de voorkant zit nog een klein flapje, zodat alles niet naar beneden kan of niet naar boven kan zakken. En als laatste doen we dan de achterkant en de voorkant. Eerst de achterkant, die klikken we hier zo vast. Alvast weer even stevig aantrekken. En dan de voorkant, die gaat er overheen. Ook weer twee grote clips met leren labeltjes eraan en die kunt u stevig aantrekken. En als alles stevig aangetrokken is, is de tas weer klaar om te gaan. Zo ziet u welke variant Jules u ook heeft. Het past erin, het zij met zitting of met reiswieg. En u ziet dat u nog steeds een compacte tas overhoudt die u makkelijk mee kunt nemen. Nou, bent u al helemaal overtuigd? Ga naar onze website www.babypar.nl. Daar kunt u hem ook bestellen. Of graag tot ziens in een van onze megastores.